Ik ben Jan Groos. Ik woon in Nijmegen en ik leid sinds 1992 het ensemble Aeide Musa, ook uit Nijmegen, dat zich specialiseert op muziek van de Grieken, de Romeinen uit de antieke tijd en van de heel vroege, duistere middeleeuwen. De Grieken en Romeinen, die maakten al muziek. Ja, dit... Ik weet alleen maar dat ze goed konden vechten. Ja, nee, maar ze schreven ook heel mooie gedichten en ze bouwden ook prachtige tempels en steden. En ze waren heel bedreven in muziek, met name de Grieken. Hadden ze in die tijd al een top 10? Nou, en achteraf kunnen we wel zeggen dat sommige stukken bepaald heel populair geweest moeten zijn. Omdat ze het eeuwen en eeuwen lang volgehouden hebben op de top 10, in de charts, zouden wij nu zeggen. En dat is wel opmerkelijk, want tegenwoordig staat iedereen al te dansen en te juichen als een bepaald nummer 2 weken achter elkaar in de top 10 volhoudt. Vroeger rekende men dat in eeuwen. Er is een hymne bekend van de componist Mesomedes uit zeg maar de eerste helft van de 2e eeuw na Christus. En dat is een hymne aan Nemesis, de godin van het noodlot, die de menselijke hoogmoed beteugelt. En Mesomedes schreef die hymne voor het hof van de Romeinse keizer Trajanus, ongeveer 130, 137 na Christus. We weten uit een brief van ongeveer 400 na Christus, dus dan praat je toch over 270 jaar na dato, daar schrijft een Neoplatoonse filosoof dat bij hem thuis die Nemesis-hymne van Mesomedes nog vaak gezongen werd en opgevoerd werd, ik denk tussen de schuifdeuren of zo. En nog veel later, in de 12e eeuw, harken de Byzantijnen in Constantinopel alles bij elkaar wat ze nog aan antieke Griekse muziek kunnen vinden. En van Mesomedes vinden ze maar liefst 3 composities. Rond 1200, toen werd nog steeds zijn muziek uitgevoerd. Dan praat je over een, ja, die heeft 1000 jaar heeft hij in de charts gestaan. Ja, dat is langer dan onze top 10 nummers. Dat is aanzienlijk langer dan onze top 10 zelfs maar bestaat. Ja. En jij zingt die nummers? Of wij hebben een ensemble van een, dat wisselt nogal eens in bezetting, al gelang wat we nodig hebben. Maar met een, ongeveer 6 mensen uit Nijmegen. En die hebben zich toegelegd op deze muziek, vocaal, zingend en instrumentaal. En wij voeren dat sinds 1992, 1993, met grote regelmaat voeren wij die muziek uit. Jij weet wel veel van de Griekse oudheid af. Heb je dat gestudeerd ook? Nee, maar ik hobby. Kom... ja, maar niet alleen. Ik ben opgeleid aan het oude Canisius College hier Kijk. In Nijmegen bij de Jezuïten. Met Museum Kamp. Bij Museum Kamp, daar op de hoek. En ja, eerlijk gezegd, als je die opleiding gehad hebt, dan weet je werkelijk alles van Grieken en Romeinen en kun je nog steeds na al die jaren eigenlijk behoorlijk Latijn en Grieks spreken ook nog. Dat waren opleidingen, zal ik maar zeggen. Er komt even een moderne straaljager voorbij. Ze moeten even stoppen. De straaljager is weg, Jan. Het was waarschijnlijk de luid donderende Zeus, de Griekse oppergod, die de boel aan het intimideren was. Intimidatie, kwam dat vroeger ook al voor? Ja, dat op grote schaal. Met name de Romeinen waren daar grootmeesters in. En we weten dat vrij nauwkeurig, omdat we weten dat ieder legioen, regiment, zeg maar. De Romeinen konden in hun hoogtijd dagen zo'n 20, 22 legioenen in het veld brengen. En elk legioen had zijn eigen strijdlied.
waarschijnlijk ook. Voetbalelftallen dat ook hebben. Precies. Ze hadden waarschijnlijk ook hun eigen legioensdans die die soldaten uitvoerden. Precies zoals nu nog Schotse regimenten in het Engelse leger, het Britse leger, ook hun eigen liederen, ook hun eigen legioensdans hebben. We hebben een weef tegenwoordig in het stadion. Toen hadden ze iets soortgelijks. Dat ging als volgt. Want hoe werd zo'n legioenslied, hoe werd het gebruikt? Moet je voorstellen, ergens op een vlakte in Germanië of in Pannonië, daar staat de vijand op een heuvel te joelen en te brullen en met bijlen te zwaaien. En daarvoor staat het legioen. 6000 man in cohorten van 600. En die staan naast elkaar, volledige wapenrusting. Wat er dan gebeurt is dat de tribunus militum, de commandant, die roept dan Mars Vigila. Mars waak over ons, Mars de oorlogsgod. En dan beginnen die soldaten met hun zwaarden tegen hun schild aan te slaan, ritmisch. En ze beginnen met lansen op de grond te stampen. Puur, dan moet je je voorstellen, als 6000 man dat doen, dat je je toch bedenkt van, waar zijn wij aan begonnen, hè, als vijand zijnde. Als dat nog niet intimiderend genoeg is, dan beginnen ze op dat dreunen van die wapens, beginnen ze hun legioenshymne te zingen. Stelt u zich voor, hier staan 6000 potige legionairs. En die gaan u nu laten zien hoe dat dan, of horen hoe dat dan begon. Eerst roept de tribunus militum. Mars! Vigila! Victor Voltor, Pater Mars, Fires Tribue, Armi Potens, Nobis Palma Matnue, Qui Bella Cunca Mars, Sub Nomine Torques, Mars Pater Vigila, Qui Faves Nos in Bello, Mars Pater Vigila, Mars Pater Vigila. Kijk, de vijfde van Beethoven, dat kent iedereen. En het Zwanenmeer van Tchaikovsky, dat kan bijna iedereen onmiddellijk plaatsen. Maar ja, ik geef je op een briefje dat de zonnehymne van Mesomedes of een koor uit de Oresteia van Aeschylus, dat mensen dat tegenwoordig niet meer zo makkelijk plaatsen. Dus je moet een beetje uitleggen hoe die muziek in zijn tijd staat. Ik kom een keer bij jullie kijken en luisteren. Moet je zeker doen, het is erg leuk. We geven op 8 oktober geven we een concert in de kerk van Mook. Prachtig. We treden altijd op aan het water, hè? Millingen aan de Rijn en Mook aan de Maas. En daar geven we daar kun je ook twee van die Babylonische muziekstukken horen. Daar is een scheppingshymne bij uit Sumerië. Die is 5000 jaar oud, inclusief de muziek. Dat is het alleroudste stuk muziek ter wereld dat we gewoon op schrift nog over hebben. En die hymne, die tweestemmige hymne aan de maangodin Ninkal, die ik net noemde, die zingen wij daar ook. Dat is reuze pikant dat je heidense muziek van 5000, 4000 jaar geleden in een katholieke kerk in ons mooie Limburg gaat staan zingen.